De Radboud Universiteit is klaar om de zelfgebouwde telescoop te verhuizen naar Zuid-Afrika. De telescoop heet Meer Licht en zal gekoppeld worden aan Meerkat. Beide zullen de hemel aan het zuidelijk halfrond gaan bestuderen. Het is een geslaagd prototype voor nog 3 identieke telescopen die de komende periode gebouwd worden. Ja, we staan hier dus in de koepel op het huisgebouw van de Radboud Universiteit. En hier staat normaal een telescoop die door de studenten wordt gebruikt voor projecten, om te leren hoe ze met een telescoop moeten werken en hoe ze die gegevens moeten gebruiken. En elke laatste vrijdag van de maand zijn wij ook open. Dan zorgt de Astronomische Kring Nijmegen voor rondleidingen hier in de koepel. En dan wordt aan het publiek uitgelegd hoe de telescopen werken en als het weer het toelaat, kunnen mensen er dan ook door kijken. Dus 1 april, als deze telescoop naar Zuid-Afrika gaat, dan komt de oorspronkelijke telescoop terug in de koepel. Deze telescoop is specifiek gemaakt om hele zwakke sterretjes aan de hemel te vinden op een heel groot stuk van de hemel. En dat is heel lastig, dus we hebben deze telescoop echt gemaakt om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, van op een goede plek op aarde. We willen eigenlijk op zoek gaan naar ontploffingen. Bijvoorbeeld wanneer 2 sterren met elkaar botsen. Dan is de verwachting dat er daarbij licht gecreëerd wordt, dat je eigenlijk die ontploffing ziet. En die willen wij gaan zoeken. Het idee is een 4-tal jaar geleden eigenlijk ontstaan. En toen was het idee om zoveel mogelijk de telescoop eigenlijk op te bouwen uit dingen die je zo op de markt kan inkopen. Maar dat bleek dan eigenlijk toch heel lastig om daarmee de wetenschappelijke doelen te halen. Dus zijn we eigenlijk begonnen met het compleet ontwerpen van deze telescoop. En die is echt nu bijna volledig op maat gemaakt om te doen wat wij willen doen. Dus zo is er geen tweede in de wereld. En de meeste onderdelen zijn echt voor ons ontworpen. Ja, deze telescoop die hier achter mij staat, is een prototype van de Black Gem telescopen. En dus deze die gaat naar Afrika, maar de volgende 3 die we maken, die gaan in Chili geïnstalleerd worden. En die gaan op zoek gaan naar de ontploffingen die we zien wanneer 2 neutronensterren op elkaar botsen.